Hey iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Ik heb weer een nieuwe video voor jullie, natuurlijk. En dit is nu mijn zevende. Ik kan niet tellen. Zevende en tot nu toe en waarschijnlijk ook gewoon het laatste deel van mijn beugelverhaal. Waarom? Wel, misschien heb je het al door. Ik heb namelijk geen blokjes meer. Stop it. Dus ja, ik heb eigenlijk op 21 september zijn mijn blokjes eraf gegaan. Nu is het wel een tijdje later. Maar ja, mijn blokjes eraf gaan. Dus ik heb in de vorige video ook al verteld hoe dat allemaal precies geregeld werd. En ik weet trouwens dat ik tegen een beetje beloofd had dat ik nog wat close-ups zou gaan doen met mijn blokjes aan. Maar daar had ik uiteindelijk geen tijd meer voor. Dus ja, ik had zeg maar te weinig tijd tussen dat ik mijn blokjes nog had en dat eigenlijk mijn afspraak was om ze eraf te halen. En daartussen kon ik niet even nog snel iets filmen. Maar dus, afhalen van mijn blokjes. Eerst en vooral, bij mij werd er een uur voorzien. Een uur, anderhalf uur. Ik weet niet meer precies hoe lang het geduurd heeft. Volgens mij was het anderhalf uur, zoiets. Ja, zoiets zal het zijn geweest. Ik moest om 8:45 daar zijn. En ik was maar om 10:50 terug, zeg maar. Ik was rond 11 uur ongeveer, was ik weer op school. Maar ik heb ook even zitten wachten. Dus ik denk dat het bij mij anderhalf uur, een uur en 3/4 ongeveer geduurd heeft. Voor zeg maar de hele afhaling van de blokjes. Hoe ze dat eigenlijk doen. Dus eerst halen ze je rekertjes eraf. En eigenlijk bitsen ze gewoon je blokjes eraf. Dus ze pakken gewoon een tang en ze trekken ze eraf. En het voelt heel raar. En hoe ik het nu ga uitleggen, ga je denken van het is wel pijnlijk. Maar het is echt niet pijnlijk. Maar het voelt zeg maar alsof je, omdat je blokje zeg maar op je tand zit en je bent het zo gewoon dat het daar zit. En het trekt zo af en toe aan je tand. Dus dan af en toe lijkt het wel alsof je tand mee eruit wordt getrokken. Maar het is niet zo dat het echt pijn doet. Het is gewoon een raar gevoel. Maar het, is, zeg maar het duurt ook 2 seconden. En dan is het gewoon gedaan. En dan zijn je blokjes er eigenlijk af. Maar natuurlijk blijft dan de lijm er nog op zitten. En dus het blokjes afhalen zelf gaat heel snel. Want het is gewoon. En dan halen ze heel die slinger met blokjes eraf. En dan beneden ook. Ik heb wel het gevoel dat beneden en de kronen waren wel gevoeliger dan de rest, bijvoorbeeld. Wat ook een beetje normaal is, want die kronen zijn van die ringetjes die zo rond je kronen zitten. En dat doet inderdaad meer pijn. En ook je onderste tanden zijn gewoon meer gevoelig. Maar dus nadat dat gebeurd is, nemen ze zeg maar zo'n soort schuurmachientje en gaan ze zeg maar de lijm eraf schuren. En dit lijkt op iets wat ze bij de tandarts ook doen. En het valt wel mee. Het doet niet echt pijn, maar af en toe, ja, je voelt het wel natuurlijk. En het is gewoon heel irritant ook. Omdat je zeg maar zo moet liggen en die dan gewoon de hele tijd bezig is. Maar dat gaat eigenlijk vrij snel. Daarna heb ik ook nog draadjes gekregen. Ik heb een draadje aan de binnenkant van mijn tanden onderaan en bovenaan gekregen. Gewoon een klein ijzeren draadje, het is vastgelijmd. En dat zou ervoor moeten zorgen dat mijn tanden blijven staan. Op een of andere manier. Maar dat duurt wel wat langer en is ook wat moeilijker. Omdat, zeker van onder, van boven is het eigenlijk vrij gemakkelijk. Omdat het moet droog zijn voor die lijm om zeg maar hard te worden en om het goed te kunnen plakken. Zodat het daarna zeg maar waterproof is, want natuurlijk speeksel. Dus van boven is het vrij gemakkelijk, want dan doen ze gewoon zo'n watje hier. En dan moet je je wand openhouden en dan
En dan plak je dat, zeg maar, vrij gemakkelijk. Van onder is het wat moeilijker, want dan heb je een tong die zo'n beetje in de weg zit. En ook gewoon, dan zitten er echt zo 20 watjes overal. En zeg maar, je speekselklieren hebben zoiets van, ah, er zit iets in mijn mond, ik moet wat meer speeksel maken. Terwijl het niet echt de bedoeling is. Maar ja, dus dat is gewoon een beetje irritant. Maar weet je, het is allemaal vrij snel voorbij. En je kan weer mooi lachen en je hebt weer mooie tanden. En ja, het is wel, ja, de eerste tijd is het heel raar. Ik moet nu zelf toegeven dat ik niet heel veel... wat je bij heel veel mensen ziet is zeg maar dat de blokjes eraf gaan en dat iedereen zo... Oh. Dat heb ik niet zoveel, maar denk ik deels is dat doordat ik zeg maar die draadjes van binnen heb. Ik weet niet of iedereen dit heeft, ik weet dat ik het wel heb. Maar het is dus zo dat als ik met mijn tong gewoon, als ik praat, voel ik zeg maar altijd dat draadje. En ook als ik zeg maar gewoon mijn tong neerleg, voel ik dat draadje. Dus ik zit meer bezig met mijn tong tegen het draadje van... Dan dat ik echt bezig ben met... Maar weet je, dat is ook allemaal normaal. En je hebt zo plots zoiets van... Ik heb mijn mond terug gewoon slijten. Maar het is niet zo dat het echt zo hard binnen is. Als wanneer je wel je blokjes hebt, net je blokjes hebt gekregen. Het is sneller. Je bent het sneller, veel sneller normaal. Maar dat is nog niet alles. Want natuurlijk, ja, nu staan mijn tanden heel mooi recht. Maar ik heb ook nog een beugel meegekregen. Beugel, een mooi geel doosje. En deze is om 's nachts in te doen. Dit is een nachtbeugel dus. En ik zal hem even laten zien. Dit is het. Zo. En die steek ik zo in. En die duw ik dan tegen mijn hemel. Ik ga het nu niet doen. Dus als ik dan begin te praten, dan voel ik zo helemaal. En dan kan ik niet met zo'n goede praten. En dat wil ik zo liever niet doen. Dus ik ga het nu niet in doen. Maar ja, zeg maar. Dit is gewoon zeg maar wat doorzichtig. En wit door tandpasta. Want je moet zeg maar 's ochtends en 's avonds. Dus net na je het een hele nacht gedragen hebt. En net voor je het in je mond steekt. Was je het even met tandpasta. Met je tandenborstel. Poets het dus. Maar het enige dat je zeg maar ziet is. Als je het kan zien. Zijn die metalen draadjes. Omdat die zitten zeg maar. Op je tanden, maar de rest zie je niet. Ik moet wel zeggen, het is even binnen, omdat je zeg maar een tweede gehemelte hebt en hier tussen kan af en toe. Sorry, het is een beetje een... Het is misschien niet zo smakelijk, maar er kan af en toe wat speeksel zitten en dat voelt heel erg raar. Maar ik moet zeggen dat ik daar na een paar nachten toch wel aan gewend was. Oké, je blijft het... Ik voel het nog steeds zitten. Maar ik zie wel dat het wint. En ik weet ook van een vriendin van mij die het echt al een paar jaar draagt. En die het nog een beetje moet gaan dragen. Dat het zeg maar wel gewoon wint. En dat je het uiteindelijk niet meer echt zeg maar voelt zitten. Dus dat is allemaal nog oké. En ik moet deze 2 jaar dragen. En dit is zeg maar zodat... Omdat nu mijn tanden staan goed. Maar de wortels van mijn tanden zijn nog zeg maar niet... aangepast. Dus als ik nu zeg maar gewoon niet zou doen, dan zouden mijn tanden gewoon terug helemaal gaan staan zoals ze vroeger stonden. En dat heb ik liever niet. Maar ja, dus het is... Die zorgen er dan voor dat zeg maar ook de wortels van je tanden goed gaan staan op een of andere manier. En ik moet deze niet elke nacht dragen eigenlijk. Het is niet erg... Ja, ik moet deze elke nacht dragen. Maar het is niet erg als er eens een nacht is waarop ik het niet kan dragen. Of als ik op vakantie ben of zo. Dan maakt het eigenlijk niet uit. Als ik op vakantie ben, moet ik het wel meenemen. En dan moet ik zeg maar elke avond eens passen. En als het gewoon past en het doet zeg maar geen pijn of zo. Of het zit niet verkeerd. Dan hoef ik het eigenlijk niet aan te doen. Maar als het iets wat knelt... Moet ik het zeker aandoen, zodat toch mijn tanden mooi blijven staan. En dat heb ik liever wel. En ik weet dat heel veel mensen zoiets hebben van... Ja, pff, mijn blokjes zijn eraf, beugel. Pff. Weet je, het kost heel veel blokjes en een beugel. En ik wil nu niet, zeg maar, na 5 jaar terug gewoon alles voor niks gedaan hebben. Dus, weet je, ik heb zoiets van... Oké, beugel,
we're doing it trouwens. Alles is oké. Dus ja, dat is sowieso. Doe ik dat wel? En eigenlijk is dat alles, denk ik. Ja. Het kan zijn dat ik misschien nog een video maak over zeg maar, de hele gebeurtenis en zeg maar, mijn mening daarover. Maar ja, dat weet ik niet. Als je dat wilt zien, laat dat ook achter hier beneden. Maar op dit moment is dit eigenlijk het einde. En ik moet wel nog af en toe naar de orthodont. Ik moet nu nog ergens in oktober, moet ik nog ergens naar de orthodont. Gewoon met mijn beugel en dat zijn dan gewoon retentiebezoekjes. En zeg maar, dan moet ik zeg maar telkens langer mag ik wegblijven. Dus nu is het zeg maar nog een maand later na het afhalen van mijn blokjes. En daarna is het zeg maar 3 of 4 maanden zelfs. Dus het gaat zeg maar steeds verder en ik ga steeds minder naar het orthodont moeten gaan. Wat ik ook een leuk teken vind, om mijn tanden recht te staan. Ik kan weer mooi lachen. Oké. Maar dus in ieder geval, dat was mijn filmpje van vandaag. Dus het laatste deel, dus tot nu toe waarschijnlijk ook gewoon echt het laatste van het beugel, van mijn beugelverhaal. Niet het beugelverhaal, maar mijn beugelverhaal. Ik hoop dat jullie deze video en al deze video's in deze serie leuk vonden. Als dat zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer als je wilt. En als je dat nog niet bent, want abonneer gewoon. Maar in ieder geval, dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week woensdag weer met een nieuwe video.